Welkom terug in Piratenland. We staan hier bij de prachtige kapitein Bruinbaard, die nu al maandenlang stuk is. En als het goed is, zit onze Harlow daar. Harlow! Kijk eens, kapitein Knalnut. Vandaag is de dag dat wij samen kapitein Bruinbaard een keertje gaan repareren. Het heeft te lang geduurd. Meneer KB, de cowboy heeft hij natuurlijk weken, maanden geleden opgeblazen. Maar... Ja. Hij heeft mij een onleesbare blauwdruk gegeven. Dat is dit ding hier. Ik weet niet of jij er wat van kan maken. Ik kan een beetje zien wat er aan de hand is allemaal, maar... Sommige dingen zijn een beetje wazig, dus... Ja, een beetje, ja. Niet helemaal. Hij is niet helemaal scherp, hè. Dus ik denk dat we ook een beetje moeten improviseren. Maar we gaan gewoon de blauwdruk volgen en we kijken wel hoe het eindigt. De blokken hebben we al samen allemaal verzameld. Die liggen al hier helemaal klaar. Zeker. Ik heb ook een Harlow stroopwafelkoekje meegenomen. Wil jij die of die neem ik die? Nee, die mag jij nemen. Nee, oké, dan neem ik die wel. Dat is lekker voor tijdens het bouwen, toch? Lekker harde koekje. Een harde koekje tijdens het bouwen, dat zeggen ze. Dat maakt je bouwen echt gewoon de ervaring van het bouwen veel leuker. Precies. En dan wordt het bouwwerk ook gewoon 10 keer beter. Het bouwwerk wordt ook 10 keer beter. Ja. Ben jij er klaar voor om kapitein Bruinbaard eindelijk een keertje te repareren? Ja, ik ben er wel klaar voor om hem in zijn glorie te herstellen, hoor. Ja, want ik heb die stijgers een tijdje geleden gebouwd. Je kan als het goed is via de stijgers ook helemaal omhoog. Dus dat maakt het makkelijk. Ik denk dat we als eerst dan de stijgers afbreken. En dan direct beginnen met de reparatie. Normaal begin je zeg maar tijdens de stijgers en de reparatie. Maar dat is denk ik nu een beetje vervelend om de stijgers te houden. Dus ik denk dat we eerst gewoon die stijgers slopen. Dat we daarna direct kunnen beginnen en zo. Oh, wat is dit nou weer? Oh, hier. We moeten hierin, denk ik. Ik denk dat het niet is. Dat is hem inderdaad, ja. Kijk eens. Kijk, daar kom je inderdaad boven. Lijkt me een fantastisch idee. Ja, als jij dan de hijskraan vast alles naar beneden hijst of zo, of naar boven, dan spring ik hier naar beneden. Hoop ik dat ik het overleef. Ik heb het niet overleefd. Hallo, ik ben er weer. Het is niet zo goed. Ik kan blijkbaar, mijn voeten die konden er val niet aan. Nee, maar het is ook niet zo slim om van zo'n hoog standbeeld af te springen. Maar gelukkig, je bent er weer. Mooie hoed heb je op. Ja, mooi hè? Ja, hij staat je wel, moet ik zeggen. Je hebt de baard ervoor. Je hebt wel echt een kapiteinsbaard, gewoon. Zo'n baard, dat is natuurlijk ook gewoon top. Maar weet je wat, kijk, hier is die weer voor jou. Oh, kijk, top, dankjewel. Ik zet hem lekker op. Zo, kijk. En de rest van mijn spulletjes? Ja, die heb ik hier in de kist gedaan, kijk eens. Mijn spulletjes, top. Hey, ik ga ze eruit halen, maar laten wij lekker beginnen met de bouw van kapitein Bruinbaard. Wil jij de timelapse starten? Lijkt me een heel goed idee. Ik zou zeggen, we gaan bouwen! Piraten en cowboys, piraten en cowboys. Samen staan ze zo super sterk. Ja, ze staan samen sterk, ze staan samen sterk. En zonder elkaar zijn we niks. Oh ja, meneer KB, oh ja, meneer KB. Jij bent de chef, dat is erg. En dat ruimt op beenmerg. Je hebt een cowboystraat en dat is... Niet laat, want piraten en cowboys staan sterk. Samen zijn we niet een kenningmerk. Piraten en cowboys, ja, samen staan we sterk. Oh, ik schaam me kapot. In de kerk. Nou, Harlow, ik vind hem goed gelukt. Maar nu ik er zo naar zit te kijken, was volgens mij echt iets niet goed met de blauwdruk. Want volgens mij klopt er iets niet met het gezicht. Het is niet helemaal gelukt volgens mij. Maar ja, wat wil je ook, hè? Met zo'n onleesbare blauwdruk. Het is letterlijk gewoon, je ziet, als je er sowieso zo naar kijkt, zie je alleen maar een soort wit velletje. Maar het ding, ik kan me... Kapitein Bruinbaard is inmiddels al echt, dat zeg ik een paar maanden geleden, dat ik die voor het laatst zo heb gezien. En ik moet zeggen, alles klopt wel, maar er is echt iets mis met het hoofd. Ja. Volgens mij is dit niet het gezicht, dit, wat erbij hoort. Een beetje gek gezichtje dan. Een beetje gek gezicht inderdaad. Maar ik moet zeggen, ik ben wel heel blij met het feit dat kapitein Bruinbaard gewoon weer staat. Hij ziet er weer goed uit. Ik ga wel even langs de cowboy KB. Naar het Wilde Westen ben ik ook al eeuwen niet meer geweest. Om even te vragen of het gezicht klopt. Ik denk niet dat het gezicht klopt, maar... Wat er met dat gezicht aan de hand is. Wat er met het gezicht aan de hand is inderdaad. En dan hoor je het wel zodra ik daar resultaat van heb, oké? Ja, dat is goed. Maar één ding is wel zeker, toch? We kunnen nu gewoon weer vrede stellen tussen ons. Er is vrede. Jij hebt mij vermoord. Jij hebt me uiteindelijk als straf geholpen met kapitein Bruinbaard. Ondanks dat het gezicht niet helemaal klopt. Maar ik moet zeggen, de vrede is hersteld tussen ons. Ja, niks aan de hand. Alles ik is helemaal goed. Ik ben heel erg blij. Dat is helemaal top. Fijn dat er weer vrede is. Nou, dan ik haal de spulletjes even op. Ja. Wil jij nog wat hebben? Want we hebben ook al het hout van de stijgers. Die hebben we hier in kisten gedaan natuurlijk. Wil jij dat hout hebben of zo? Hier? Maar mag je dat allemaal wel hebben? Het is best wel veel hout, hoor. Ja, dit wil ik wel. Maar dit is nog van mij trouwens. Hier zo, oké. Ja. Nee, ja, dan is dit voor jou prima. Dan neem ik mijn chocoboxjes weer mee. Zo. Ja, dat is helemaal goed. Succes, Viking.
Ja, geniet van kapitein Bruinbaard. Ik ga er ook van genieten tot zover het kan. Prachtig. Prachtig. Doei! Doeg, tot de volgende keer. Goed jongens, ik heb mijn spulletjes even afgezet in mijn boot of daar gewoon weer even weggelegd. Kapitein Bruinbaard met het gekke hoofd. Ziet er een beetje gek uit, maar ik ben er wel blij mee dat hij weer staat. Dus laten we even naar de cowboy gaan. Daar ben ik echt al eeuwen niet meer geweest in mijn video. Bij meneer KB, de cowboy. Dus laten wij beginnen. Wacht eens even. Nee! Mijn tolpoort! Mijn tolpoort is opgeblazen! Nee! Waarom? Een prachtige palmboom ook hier? Nee, mijn tolpoortje. Misschien was het wel terecht. Ik bedoel, waarom heb ik ooit een tolpoort gebouwd? Misschien is het ook wel eerlijk dat hij een keer weg is, die tolpoort. Ik bedoel, ik mocht er gratis doorheen en meneer KB moest er eigenlijk altijd betalen. Dus het is misschien wel ook beter dat hij weg is. Ik snap het, cowboy. Ik snap het. Laten we dan maar een beetje ongemakkelijk omheen lopen. Zo. En dan rennen we door naar het Wilde Westen. Wat staat hier nou weer? 1500 likes. Ikes. Oh nee, wel likes. 1500 likes. 1500 likes en dan doen meneer KB en ik een dansje. Daar zou je hem hebben. Cowboy Billy. Dit andere standbeeld van het continent, jongens. En Cowboy Billy ziet er nog steeds goed uit. Met zijn mooie snor. Laten we even kijken waar die cowboy uithangt. Zo te zien heeft hij een prachtige nieuwe boom bij zijn mega sheriffgebouw. Maar volgens mij is hij in zijn dorpje op het moment. Daar zou je hem hebben. De cowboy. Met een vis op zijn hoofd. En hij heeft een prachtige nieuwe skin. Hey, cowboy. Ah! Jeetje. Rustig aan, man. Niet zo schreeuwen. Oh, jij bent het. Wat zie je eruit? Ik zie er heel goed uit, toch, vandaag? Ja, je ziet er... Nee, dit is... Ja. Je ziet er rood uit. Dat... Nou. Dat zegt veel over je ogen. Dus, ja, ik heb er maar één, hè. Ik weet niet hoe mijn andere oog is. Dat zegt veel over je oog. Hoe is het? Je ziet er anders uit dan normaal. Het gaat heerlie de peerlie, kan ik je vertellen. Het gaat helemaal heerlie de appelpeerlie. Hartstikke. Ik ben ook lekker koekjes aan het eten. Hier ook koekje voor jou. Ja, ik ben lekker aan het vissen. Lekker aan het vissen. Heerlijk. Ik had net een stenen schep opgevist. Hoe leuk is dat? Waar is die? Hier, kijk dan. Nee, maar hij is serieus echt... Zo zie je ze zelden. Serieus? Voor een stenen schep is dat niet eens zo verkeerd. Ja, dat is gek, hè? Dat is gek. Het is dat hij van steen is, dat je hem nooit gaat gebruiken, maar toch, hè? Ik ga hem gebruiken. Jij gaat hem gebruiken. Ik bedoelde ook dat jij hem ging gebruiken. Ja. Maar, Zo, ik ga de hele tijd mee rondlopen. Kan je wat meer uitleggen over waarom je er zo uitziet, of... Of moet ik het maar gewoon accepteren? Ja, nee, dat kan wel. Dat kan wel. Een klein probleem, want ik moet dat natuurlijk dan laten zien. En dan moeten we daar weer helemaal naartoe. Ik heb een trident. Als ik water heb, ben ik snel. Ja, en ik ben een piraat, hè? Heb je geen elytra of zo? Ja, weet je wat? Ik doe gewoon hier, kijk. Hartstikke deetjes vleugeltjes. Ja, kijk, weet je. Ja? Heb ik ook nog raketten? Ja, raketten. Dan ga je gewoon. Oké, volgende scène. Zie je daar. Yo, hey! Oké, wacht. En ik moet er maar helemaal achteraan klimmen. Ongelooflijk. Moet je nou toch omhoog daar ook? Ja, ik moet toch klimmen. 1500 likes, dan maak ik hier een pad. 1500 likes. Ik had gezegd bij 1500 likes doen wij een dansje. Ik liep er net langs. Echt? Maar het is een dansje? Ja. Dat heb je helemaal niet overlegd. Nee, ik weet het. Ik wist het zo gaat het nou elke keer. Zo gaat het nou elke keer. Nee, is goed. 1500 likes en dan doen we een dansje. Dan doen wij een dansje. Maar voor minder ook niet, hè? Nee, echt niet. Voor minder niet. Als we dan maar 1400 hebben, dan ga ik wel gewoon Robloxen of zo. Hey, hoe komt jouw paard hierboven? Wat gevaarlijk. Is het wel paardproof? Nee, mijn paard kan twee keer zo hoog springen als jij. Dus, Wow, twee keer maar. Hey, voor een paard is dat wel weinig. Tweeënhalf, jeetje. Ja. Geef eens even een tukje doen. Oké, komen we hier bij de... Ja, het is piratenmagie. Ik ben oprecht onder de indruk. Vuurwerkje. Oké, welkom. Dit is mijn megabasis volledig ingericht. Wow. Volledig. Helemaal afklaar. Laat eens zien. Ja, kijk, dit is mijn woonkamer. Hier woon ik. Prachtig. Ik heb ook een tv, hij is een beetje stuk. Maar ja, op zich is dit wel een leuk beeld, dus daar doen we het mee. Wat staat erop? Wat zijn het? Sandwiches? Hier zie je een piraat. Ja. En hier zie je een cowboy. Oh, en het leuke is... Nou? Dat is hartstikke sterk, joh. Hier nog een vuurwerkje. Hartstikke leukjes. Wat een feest is het toch weer. Maar dit is niet, denk ik, de reden waarom je rood bent. Nee, ik heb hier... Kijk, ik heb hier dus wat tanks. Mm-hmm. En als je daarin springt, raad het niet aan. In jouw geval dan, hè? Jij ziet er echt ontzettend goed uit. Maar dan verander je dus hierin. Zoals dat uit. En er is geen andere variant. Het is gewoon dat. Dit is dit of niks. Hoe bedoel je niks?
Nou, niet weer inspringen. Zeg maar, dat... Mag ik er wel in kijken? Je mag wel gluren, ja. Ik ga even gluren. Maar alleen met je ogen dicht. Wacht even dan. Ik doe het, komt ie. Ja. Loop ik er niet in? Nee, gaat goed zo. Oké, okay, ik had mijn ogen dicht. Ik heb niks gezien. Ik heb niks gezien. Weet je... tijd voor een Harlow Stroop wafelkoekje. Lekker. Ik heb maar is dat de reden dat je langskwam? Wacht, nee, ik heb een gekke bloem in mijn offhand. Hartstikke deetjes. Ik heb kapitein Bruinbaard hersteld. Ik heb jouw rare blauwdruk die je me had gegeven, die heb ik gebruikt. Ja, jij zat te zeuren dat hij onleesbaar was of zo. Ja, hij was onleesbaar. Als je even mee kan, moeten we weer naar beneden. Moeten we helemaal daar naartoe? We moeten helemaal naar het piratengebied. Oké, gaan we dit tripje dan... Komt dit in de video of ga je dit knippen? Je kunt knippen. En als ik nou hele rare geluiden maak, komt het er dan in? Ik denk het niet. Dan moet je het niet doen. Daar gaan we daarheen. Oké, knip je dan nu of knip je zo? Nu. Nu! Dan gaan we de scène hier beginnen? Ja, wil jij hem openen? Hallo? Hallo, lieverd! Dat is hem. Dit is mijn schep. Wacht, doe nog de vleugels nog af. Even opnieuw, Sorry, opnieuw, oké. Hallo, lieve mensen. Nu is het niet meer hetzelfde. Nee, ik ging ook ineens twerken. Dat was helemaal niet nodig. Oké. Welkom bij Bruinbaard. Ja, wat is hij? Hij lijkt nog mooier dan de vorige keer. Nou, er is iets klopt er niet volgens mij. Er is iets met Bruinbaard. Jij mag zelf kijken wat. Ik ga niet zeggen. Het is heel moeilijk te spotten. Maar er is iets anders is aan Bruinbaard. Ja, zelf doe je het ook even voordat ik het nou door had. Maar... Even iets dichterbij bekijken nog. Ja, ga jij maar iets dichterbij bekijken. Nou, weet je, ik vind wel dat hij er echt ontzettend goed uitziet. Ja, hij ziet er wel goed uit, maar toch klopt er iets niet. Ik bedoel, als ik zo naar dat hoofd kijk en dan naar beneden, naar jou, zo. Zo? Sta ik er zo goed voor? Sta ik er zo goed voor met mijn mooie stenen schep? Ja, je stenen schep ziet er goed uit. Maar er is iets vergelijkbaars met jou. Echt? Ja, hij lijkt een beetje op je. Ik zie het al! Hij heeft ook twee armen! Nou, anderhalf. Ja, er is wel... Er is net roppig, hè? Miste gedeeltes. Ja, dat is vervelend. Dat is wel net vervelend, ja. Nee, wat is er met het hoofd gebeurd? Het is zijn hoofd. Oh ja. Hey, is hij in mijn pot met verf gaan zitten? Ik denk dat hij in mijn pot met... Welke pot geeft het zeg maar het gezicht? Ja, de zwarte verf natuurlijk. Dat is pot nummer 2. Ja, ik eet ondertussen van de harlekoekjes. Ik weet niet waarom, maar ik moet helemaal die koekjes eten. Ja, zijn hoofd klopt niet helemaal. Ik weet niet, die blauwdruk heb je waarschijnlijk per ongeluk nog in je broekzak gehad toen je hem in die pot sprong. Oh, dat zou kunnen. Dat zou zomaar kunnen. Ja. Ik weet het zeker, zelfs. Wat zit jij in mijn broekzak? Nee. Nu wordt het heel raar. Het valt me nu pas op dat jouw hoofd trouwens scheef op je gezicht zit. Je bent zelf scheef. Nee, maar hij zit niet in het midden. Oké. Nou, bedankt voor dit compliment. Ik vind dat Bruinbaard er heel goed uitziet. Ja, ik wil hem ook wel houden zo. Alleen ik vroeg hem toch even af. Ja, we staan voor een raadsel. Ik weet niet, wil je de blauwdruk nog terug? Of, want we staan goed, voor een raadsel. Nou. Hier. R vindt hier de blauwdruk R. Die had Harlow teruggestopt. Oh, dat is mooi. Ja, Harlow heeft wel echt zijn best gedaan hoor. Harlow heeft me geholpen. Ja, Harlow stelt niet teleur, hè? Nee, hij stelt niet teleur. Dat nooit is, heeft hij helemaal goed gedaan. Wacht, blijf even staan. Oké, 3, 2, 1. Nee, even kijken, die kant bekijken. Ja, waar kijk je nou naartoe, joh? Waar wil je daarheen kijken? Ja, we moeten even... Ja! Shout-out naar Harlow Haker! Oh, wacht, nu nog een keer. Ja. Oké, heb je hem zo of moet ik nog een keer acteren? Tweede keer was goed. Wel voor je video, hè? Ja, daarom. Tweede keer als was goed. Als dit er niet in zit, ga ik unsubscriben. Doe duimpje omlaag. Hoezo? Shoutout naar Harlow Haker. Nee, het is een prachtding zo. Goed gelukt. Ja, hij ziet er goed uit. En dat betekent dat de vrede bijna hersteld is voor de 100ste keer. Bijna? Ja, ik wil nog één ding. Ik wil één ding voor jou doen. Oh. Maar dat mag jij kiezen wat. Om het helemaal goed. Ik zag ook dat je mijn tolpoort hebt opgeblazen. Ja, nu je het daarover hebt. Ja, dat was in naam der vrede natuurlijk. Dat begrijp je ja, wel. Ja, in naam der vrede. Dat zei ik ook. Ik accepteer het. Ik snap het. Het is goed. Nou, dat kan je nog herinneren. Het was geloof ik aflevering 2 of aflevering 3 of zo. Echt lang, lang geleden. Had ik dat pad, een hele pad gemaakt. Ja. Dag later stond er zo'n verschrikkelijke tolpoort. Ja, maar hij is weg. Dat is prima. Hij is weg. Is maar daarover gesproken. Ik dacht, zullen we daar even naartoe? Ja, we gaan naar de tolpoort. Ja. Knipje. Wel met een knipje. Volgende scène. Ja, volgende scène. Okay. Ja, gaan we. Volgende scène? Volgende scène. Ik ben er! Jeetje, dit duurde lang. Ik heb een harlekoekje. Ja, je hebt ik heb ook een de tolpoort opgeblazen. Ja, in naam der vrede. En nu dacht in naam ik, der vrede. Nu je toch zei van, oh ja, ik wil het zo graag goed maken. Ik heb verschrikkelijke dingen een gedaan. Een nieuwe!
Een nieuwe tolpoort bouwen. Nou, ik dacht misschien een brug. Zeg maar dat, dan... dat dit bewaard blijft. Oh, zodat zo helemaal kapot als dit. Ja, dat we eraan herinnerd worden dat we nooit ruzie moeten zoeken en domme dingen moeten doen, zoals banken overvallen en zo. En als je dan hier gewoon een brug... Wilde opblazen. Een brug. Gewoon een brug eroverheen. Een vredesbrug. En die vliegende blokken hier dan? Ja, die kunnen misschien wel weg. Ja, die wel. Ja. Maar er is wel nog misschien het restje van de top, hoor. Dat je ook kan zien wat hier ooit stond. Het is helemaal aan jou. Maak er wat moois van. Oké, ik wil wel een brug maken hier. Dat kan ik. Ja. Ik kan wel een brug maken. Nou, heb ik wel eigenlijk nog iets. Nou? Ik weet niet of dat kan. Nou ja, ik wil het toch proberen. Maar daarvoor moeten we naar de winkelvallei. Gaan we weer een nieuwe scène in? Jeetje, daar gaan we. Geef je seintje aan je editor. Ja, je kan gewoon beginnen, joh. Ja. Nu. Volgende scène, Sebastian. Is dit het seintje? Volgende scène. Oké. Ooit, lang geleden. Lang geleden. Lang geleden. Toen heb ik dit bord versierd. Ah. En met de tekst Piraten en Cowboys staan samen sterk. En dan welkom op het continent van Condor Veen. Ja, dat staat er nog steeds heel mooi. Ik heb die opdracht ooit van jou gekregen. Ja. Ik weet niet zo goed waarom ik dat moest doen, maar... We hebben wel gewoon uitgevoerd. Zoals een brave cowboy dat doet. Mm-hmm. En nu dacht ik, hè, nu onze vrede bijna hersteld is... omdat jij ineens allemaal dingen voor me wil doen. Heel raar, maar is goed. Hoezo heel raar? Heeft trouwens iemand nog ooit dingen hier gekocht? Weet je dat nog nooit iemand hier iets gekocht heeft? Ik heb hier ooit... Ja, maar het is ook wel echt een hele lelijke winkel. Hé, hey, wat zeg ik nou? Kijk, ik dacht... Oeh. Ja, kijk, hier hangt nu een... Ik heb samen met Harlow een koekje hier opgehangen. Ja, maar hierachter hangt volgens mij nog de kerstposter, of niet? Ja, en nou, je snapt waar ik naartoe wil. Huh? Waar ben je? Oh. Hier ben ik, Er hangt nog steeds een kerstposter achter. Is het mogelijk dat jij onze knappe koppen daarop krijgt? Die van ons twee. Ja. Even voor de scène. Ik eet nog even een koekje. Ik heb alweer trek. Weet je wat er is met die koekjes? Maar is het koekje tevreden? Is het mogelijk dat je ons erop krijgt met zo'n tekst? Zo'n vredige tekst. Een vredige tekst? Ja, over sterk staan en zo. Ah, ja, dat kan ik. Ik kan dat. Ik kan een vredige tekst neerzetten met ons twee. Mag Harlow er ook op? Zet Harlow er lekker bij, joh. Maar niet die stink DBE. Nee. Jij vindt de DBE niks, hè? Was ook niet in een ver hoekje in het klein of zo? Misschien. Maar dan wel, zeg maar, dat ze ontevreden kijken. Ja, oké, prima. Ja, is dat... Prima, ja. Als je dat regelt, is het echt super vrede. Hebben we dan. Oh, super vrede hebben we dan. Ja, dan hebben we super vrede. Oké. Prima. Dat kan ik. Oké, dus dat betekent... Ik moet dat ding vernieuwen. Ja. En een brug bouwen over die dinges. Ja, een vredesbrug, hè? Een vredesbrug. Als je er overheen loopt, moet je denken... Oh, jeetje, wat vredig. Mag hier echt een regenboogkleurtje zijn? Ja, echt, zeg maar... Ja, super vrede. Ja, echt super vrede gewoon. Super vrede. Super vrede, dat kan ik. Super vrede. Super vrede. Heb je trouwens gezien hoe goed Rick Forster uitziet? Ja, ik vond... Mimi, vond ik heel leuk vooral. Ik vroeg me af of iemand dat überhaupt had gezien. Dat hangt er al maanden. Ja, nee, dat heb ik echt al lang geleden inderdaad ook keer gezien. Mimi. Ja, mimi. Oké. Moeten we deze scène nog afsluiten? Ja, dat mag jij doen. Ja, misschien kunnen we samen vrolijk springen en dan jee roepen. Nee, maar dat doen we pas bij 1500 likes. Dat lijkt te veel op een dansje. Oké. Waarom loop je dit weg? Wat is dit? Ik weet niet hoe je wil lopen. Ja, oké. Wat gaan we doen? Misschien moeten we gewoon nu zo'n call to action doen. Call to action, nu. Boom. Wat is call to action in dit geval? Oh! Rechts... Het gebeurt er. Like of abonneren. Wat wil je hebben? Ik snap niet wat we aan het doen zijn. Oké, like deze video voor... Like deze video! Vrede! Vrede! We dansen niet. Nee, ik dit moet is gaan shift, ook dit is bukken. Nog een fijne dag. Doei. Goed jongens, we zijn weer aangekomen in onze basis. Zoals je aan mijn shirt kan zien, zijn wij een dag verder in het leven. Volgens mij had ik dit shirt gisteren niet aan. Het was de meest rare interactie die ik ooit heb gehad met de cowboy. Maar je ziet het, ik heb opdrachten gekregen van de cowboy. Die wil ik waarschijnlijk volgende aflevering uit gaan voeren. Maar ik moet ook nog andere dingen gaan doen. Zoals mijn marktje bouwen en het huis van de koning inrichten. En hopen dat de DBE niet door heeft gehad dat ik vorige aflevering heb ingebroken. Maar voor nu, kapitein Bruinbaard. Hij ziet er weer prachtig uit. Hallo kapitein Bruinbaard, hoe is het dan met jou daarachter mee? Vond je nou zo'n leuke video, dit. Dat je echt denkt van, jeetje, wat een leuke video. Ik ben geabonneerd op dit kanaal. Ik heb deze video geliked. Wat kan ik nog meer doen? Nou, heel goed dat je het vraagt. Je kan deze video kijken. Dit is namelijk een hele leuke video. Klik er gewoon even op. Geef het de kans. Frans. En nu spreek je later. Glaasje water. Tot 4 flesje bier. Tot de volgende keer.